Zo, welkom op tweede Pinksterdag. We gaan een filmpje opnemen en dat is van de toekomstclub van Barry's Internetclub. Ik ga binnenkort ook een aantal filmpjes opnemen van de wedstrijdclub. Dus dat is meer voor de gevorderde speler. En nu gaan we dat nog voor de toekomstclub doen. Dit filmpje post ik vandaag al. Dat is ook de wedstrijd van vandaag. Maar dat betekent eigenlijk van, mocht je nou zoiets hebben van, ik heb hem het toernooi nog niet gespeeld. Pauzeer het toernooi dan even voordat ik spel 1 ga bespreken. Speel eerst hetzelfde 8 spellen. En pak daarna mijn uitleg erbij. Wat je ook kan doen is steeds een spel spelen. En dan de uitleg natuurlijk afspelen. En dan pauzeren voordat het volgende spel begint. Wat je zelf het prettigste vindt. Want 8 spellen achter elkaar kan ook weer een beetje veel zijn. Dus als je 1 spel pakt en je speelt het en daarna kijk je het filmpje erbij. Dan zie je meteen de uitleg. Dus ja, kijk even wat je zelf handig vindt. Ik zal tussen elk spel ook wel even pauzeren. Dat je in ieder geval wel goed op pauze kunt klikken. Voor de rest van deze tweede Pinksterdag is het zo dat er is Bridge TV wordt geregeld door de Nederlandse Bridgebond. Superleuk. Ik kijk ook vaak. Zeker omdat er twee topspelers zijn die het doen. Simon de Wijs en Tim Verbeek. Er zitten voor mij echt ook nog leerzame dingen bij. Dus dat is natuurlijk leuk om te horen. En ik doe er nu natuurlijk ook nieuwe ideeën voor op. Om jullie nog weer beter te maken. Nou, vandaag is het zo dat Simon en Tim allebei moeten bridgen. Ze hadden geen tijd. Dus toen hebben ze aan mij gevraagd om in te vallen. Maar gelukkig heb ik een goede co-host om te zeggen, erbij, mijn broer Bas. Dus Bas en ik zullen vanmiddag om 3 uur inloggen om Bridge TV te doen. Dus zullen Tim en Heras worden de vragen dan gesteld. Dus ik zou zeggen, als jullie het leuk vinden, log allemaal in en kijk om 3 uur. En mocht je het filmpje later kijken, mocht je dit later kijken en het is al geweest, kijk terug, want het is uitzending 18. En je kunt het zo op Facebook vinden of op www.bridge.nl. En ik zal er nog een linkje posten. Dus voor zover even deze, voor mijn doen, lange introductie. We gaan nu beginnen. Dus doe het zoals je het zelf fijn vindt met het pauzeren of in één keer afspelen. Maar ik start in ieder geval met de toekomstclub. Ik start met de toekomstclub. En dan het eerstejaars dagtoernooi. Ja, zoals altijd bevat de wedstrijd 8 spellen. En we gaan van start. Goed in het veld zetten. Oké, hier hetzelfde weer. Hè? Op het moment dat je het even niet meer weet, dan klik je op. Eén stand toe. HP is 100 punten, 15 tot 17 en een regelmatige verdeling. Dat is 4-3-3-3, 4-4-3-2 of 5-3-3-2. Daar open je een stand toe mee. En de partner van de stansopenaar is de captain, noemen ze dat. Die betekent die is een control over de bieding. Dat de 1 stand toe openaar eigenlijk al vrij specifiek zijn hand heeft omschreven. We gaan eerst onze punten tellen. 11, 12 punten. Dus de eerste vraag is al beantwoord. Gaan we naar de manche? Dat is ja. De minimum van 15 plus 12 is al 27. En voor de manche hebben we de 25 nodig. Is de speelsoort al duidelijk? Nee. Want het zou zelfs toe kunnen zijn. Als we geen fit hebben in een hoge kleur. Dan kijk nog eens naar de filmpjes. De bridge tip van Tim Verbeek. Bij de tips van de profs op YouTube. Fit in een hoge kleur is superbelangrijk. Dus we gaan er wel achter proberen te komen met twee klaveren. Twee klaveren vragen we aan partner, dat heet Steeman, heb je een hoge kleur? Er zijn 3 antwoordmogelijkheden. Ruiten, ik heb hem niet. Harten, ik heb harten. Schoppen, ik heb schoppen. Vrij logisch. 2 ruiten, ik heb hem niet. Nou, dan gaan we zand spelen. Dan zou je verleid kunnen zijn om 2 zands te bieden, maar dat is niet goed. Dat is 8 of 9 punten. 3 zands is de manche. Die manche premie willen we binnenhalen. Nou, dan gaan we lekker spelen. Ja, dat ziet eruit als een vervelende start voor ons, zeg. Want klaveren koning, daarmee worden meteen onze klavers opgeblazen. We gaan eens even vertellen hoeveel slagen we hebben. Nou, als de ruiters rond zitten, hebben we 5 ruitslagen. 1 klaverslag is 6. Harten aas is 7. Schoppen aas is 8. En voor 3 zands heb je 6 plus 3, 9 slagen nodig. Waar kunnen we nou een slag in maken? Ja, harten of schoppen.
Het gevaar is, op het moment dat je van slag gaat, dat ze je slagen mee kunnen nemen. Dus eigenlijk vind ik dit meteen eigenlijk alweer een gevorderde tip. Want de gevorderde tip is nu, geef eerst de klare slagen af. Even kijken, we gaan deze weggooien. Want meestal wordt er gestart met de lengte. Dus geef eerst de slagen af. En neem dan de snit naar de, als het ware, veilige hand. Want we durven niet die schoppen te spelen, want het kan zijn dat er nog twee klaven in zitten. Eens even nadenken hoor. Ja, ruit kunnen we nu spelen. Kijk, die schoppen durf ik niet meer te snijden. Een snit is vaak goed, maar ik ben bang. Even nadenken hoor. Ja, deze. Spelen we deze nog? Durf niet te snijden. Tien slagen gemaakt. Is goed, maar dit was echt een expert tip eigenlijk. Maar dat betekent eigenlijk door de klaver op te houden, probeer ik ervoor te zorgen dat op het moment dat hier namelijk, even kijken wie startte. Hier wordt gestart. Op het moment dat hier langere klavers zitten, dat ze als het ware niet alle klaverslagen mee kunnen nemen. Dit keer zaten de klavers gewoon rond. Oké. Okay. Was een lastig spelletje om mee te beginnen. Oké, okay, het volgende spel. Ik wacht nu even voor de mensen die op pauze willen zetten. Die het spelletje nog willen spelen eerst. Even kijken. Wat even, eerst de punten tellen. En het aantal ruiters is het meeste aantal ruiters. Een 6. Oh, ik doe nou iets fout. Ik klik per ongeluk ergens op. Maar normaal gesproken hadden we natuurlijk 2 ruiten moeten bieden. 2 ruiten betekent ik heb een 6 kaart ruiten. Zwak, maar ja, met Berries Internetgroep, we kunnen het niet herstellen. Dus het is maar even accepteren. Hopen maar dat het goed gaat nu. Ja, normaal gesproken was het dus gegaan een ruiten, een schoppen, 2 ruiten. En er was ook 3 zanten toegeboden. Dus voor het eindcontract maakt het niet uit, maar het is een beetje een mazzel. Hart en boer. Nou, het zijn al laag. Laten we hem naar de vrouw toe lopen. Die pakt de koning. Oké, even slagen tellen. We hebben 2 schoppers, 2 hartes, 4... drie klavers, 7. Nou, waar kunnen we slagen in maken? In ruiten en in schoppen. Maar dit is ook wel een leuke weer. Dit betekent eigenlijk van, de vraag is eigenlijk, wil ik wel of niet de schoppers gaan snijden? Is een snit altijd nodig? We gaan even de slagen tellen. Stel je voor dat we ruiters ontwikkelen. Dan tellen we 5 ruitenslagen. En want we hebben de 6, we geven er eentje af. Aas is weg, dan hebben we nog 5 ruitenslagen. 3 klaverslagen. 2 hartenslagen is 10 en 2 schoppenslagen is 12. En we zijn de eerste slag al kwijt. Dus het leerpunt in dit spel is eigenlijk van, ga niet zomaar altijd snitjes nemen. Want als de snit niet nodig is, hoef je ook de kans niet te nemen dat je hem verliest. Dus nu jagen we als het ware uit de aas eruit. Ja. Kijk, nu gaan we gewoon praktisch nadenken. We hebben gewoon genoeg slagen, zie je. Je speelt, maakt niet uit wat je speelt. Schoppen aas is hoog. Hart en vrouw is hoog. Klaver aas is hoog. Steek over. We zijn gewoon lekker alles aan het incasseren. De les eigenlijk ook nog voor dit spel is van tel goed je slagen. En tel je niet je verliezen, tel goed je slagen waar je slagen in kunnen ontwikkelen. Dan ga je kijken, hoe ga je ze ontwikkelen? Nou, die ruiten afgeven is gewoon een garantietje. Dan waren daarna alle ruiters hoog. En schoppen heb je 50% kans.
Oké. Wel 3. 8 punten is te weinig. Minder dan 12 passen we. In Sans, hetzelfde verhaal. 15 tot 17 punten. Willen we naar de marge toe, weten we nog niet. En welke kleur we gaan spelen, weten we ook nog niet. Het kan zijn dat het Sans wordt, maar het kan ook zijn dat Hartertrof wordt. Dus dan gaan we weer naar vragen met Steeman. Steeman is 8 of meer punten. Oh, ik klik er even op. 8 of meer punten. En het is een 4 kaart hoog. 2 ruiten, weer geen hoge kleur. Jammer. 2 Sans geven aan, we hebben 8 of 9 punten. En partner, ben je minimaal, ben je het maximaal. Nou, de pas zegt hier, kijk wat hij er wat van zegt. Ja, minimaal. Maar dit is wat ik de jeugdbritjes ook vaak leer. Het glas is half vol of het glas is half leeg. Want ik geef eigenlijk 2 Sans is 8 of 9 punten aan. Bij Noord heb je dan de keuze van 17, easy, bied je 3. 15 ook easy, bied je pas. 16 zit je in het midden. Glas half vol of half leeg. Heb je een beetje een mooie kaart? Heb je het gevoel dat je het wel gaat halen of niet? Ik ben bijna altijd geneigd om hem gewoon wel te bieden. Of ik moet een goede aanwijzing hebben om niet te bieden. Glas half vol. We gaan 2 Sansen toe spelen. We gaan weer slagen tellen. Dus we hebben 1 schoppen, 1 hart is 2, 1 klaver is 3. En 1 ruit is 4. Door de ruitstart is er meteen 1 bijgekomen, dus 5. Waar kunnen we slagen in ontwikkelen? Ja, schoppen is lastig. Klaver zit er een mogelijk snitje. Harten ook, maar harten hebben we er meer van. Dus we vaak beginnen we eerst met een lange kleur aan te vallen. Nou, we gaan eens even kijken. Ruiten, kleintje loof plaatje. Dus de koning zal hier zitten. We pakken hem zo goedkoop mogelijk. Wat zullen we gaan spelen? Ruiten. Nou, weet je, we geven gewoon eens een uitslag af eerst. Zijn die ruiten in ieder geval hoog? Zo. Nou, we hebben geen enige. Die heeft 2 schoppers weggegooid. Zegt dat wat? Nou, misschien wel. We gaan gewoon eens even die schoppers ontwikkelen. Kijk, omdat ze schoppers hebben weggegooid, normaal gesproken zou ik dat niet doen. Nu krijgen we klaver in de snit. Nou, spelen ze een hartje. Voor de vrouw, ik hoop nu dat hier de koning dubbel zit van harten. Kijk hoor, nou, we hebben in ieder geval schoppenslag nog. 7 slagen. Dit zijn 8 slagen. Ja, dit was het. Ah, daar zat de koning ook. Precies gemaakt. Nou, 1 klaver om te zien. Nou, 1 klaver is vanaf een dubbelton, hè? Want harten en schoppen ook niet vanaf een 5 kaart. Ruiten vanaf een 4 kaart. Dus klaver vanaf een dubbelton. Meestal heb je er meer. Maar als je een specifieke verdeling hebt van 4 schoppers, 4 hartes, 3 ruiters en 2 klavers, dan moet je wel een klaver openen. Want harten, schoppen en ruiten voldoen niet aan de voorwaarden. Nou, 11 punten, we bieden gewoon onze langste kleur. En je schoppen is 6 of meer punten. En schoppen als schop. Een 4-kaart schop. Even kijken, 6 schoppers. Nou, eens even kijken. We hebben 11 punten. Partner heeft een opening, dus we hebben bijna genoeg punten voor de marge. Maar we hebben 2 schoppers extra. Dus omdat we 2 schoppers extra hebben, gaan we geen niet-invite bieden. Maar we bieden meteen 4 schoppen. Bretje is meer dan alleen maar de punten optellen. Dus soms ook een beetje verder denken. Nou, gaan we eens even in trof tellen we eerst de verliezers. Schoppen, nou 0 of 1. Laten we de 1 tellen. In harten na deze start ook 1. In klaver ook 1, wist klaver koning. En in ruit ook 1, wist ruit aas. Dat zijn 4 verliezers. Nou, eens even kijken waar we verliezers op kwijt kunnen. Nou, we gaan eerst eens een hartje spelen. Ja, klaver.
Ja, doen we toch gewoon een snitje. Ja, hij zit gelukkig goed. Nou, dan ben je schoppen. Kijk, alleen met fraude herders. Dus nu hebben we geen schoppen verliezen meer. We hadden 10 schoppen samen. Nou, we verliezen nu alleen nog aan ruiten. Nu ook weer, hè. De eerste keer is klaver gezakt. Maar moeten we nog een klaver? Eigenlijk weet je zeker dat die klaversnit goed zit. Of weet je, denk je in ieder geval zeker te weten dat hij goed zit. Maar je hoeft hem niet meer te spelen. Ik speel nu ruiten, ruiten. Gooi ik die klaver weg. Stel je voor dat ze de eerste keer klaverkoning vergeten zouden zijn. Dan zien ze nu ook niet meer terug. En nu hebben we alleen nog maar troffen. Kijk, klaverkoning zat daar wel goed. Oké. Vrij normaal. Spel 5. Twee sansen toe. Ja, we hebben 8 punten. We hebben mooie hartes. Maar we gaan niks doen hoor. Twee sansen toe is namelijk super sterk. 20 tot 22 punten. Je kunt erop klikken om het te zien. 20 tot 22 punten. 1 sans is een gelijkmatige verdeling. Hè? Dus 4-3-3-3, 4-4-3-2 of 5-3-3-2. 2 sans mag met iets meer verschillende handen. Dan je zit soms wel eens moeilijk. Dus daar kan wel eens een 6 kaart laag bij zitten. Moeten we starten? Nou, wat zijn alweer de uitkomstprincipes? Hoogste van een serie. Kleintje belooft een plaatje. Een top van niks. En in die volgorde ook. Dus het liefste starten we de hoogste van de serie. Van een ongeboden kleur. Maar ja, weet je, alles is ongeboden. Ja. In zo'n geval ga ik wel een beetje de punten tellen. Stel je voor dat rechts nou... Gemiddeld heeft hij 21 punten. Nou, dan zeggen we 21. 23 punten samen. We hebben zelf 8. Dus 31. Dus partner heeft een puntje of 9. Dus partner heeft nog wel wat. Ja, onze harten zijn hoog, maar ik ben bang dat we niet echt in slag komen. Ja, ik gooi hem toch maar hartje weg, want de enige met wie we aan slag zouden kunnen komen is schoppen vrouw. Nou, we komen er gewoon mee aan slag. Ik kan beter niet weg kunnen gooien, maar ja. Maakt niet uit. Ja, dat is lastig. Hè? Zie je deze bal een 5 kaart schoppen? Dat kan dus wel met een 2 sans opening, maar hier zie je ook weer een ander fenomeen eigenlijk in bridges. Op het moment dat je veel punten samen hebt en je hebt allebei wat punten, heb je mogelijkheid om een beetje over te steken en om veel te doen als terwijl je aan het afspelen bent. En op het moment dat je alle punten in één hand hebt, is het eigenlijk veel lastiger vaak. Dan moet je alles vanuit die hand spelen. Je ziet, klaversnit, je kunt niks doen. Schoppers, ja, je moet wat hier, want ja, je moet eigenlijk mij wel aan slag brengen. Spel 6. Even kijken, we hebben 7 punten. Even kijken wat Berry hiervan zegt. Ja, we passen. Steeman biedt de tegenpartij. En ze gaan naar 4 harten. Ik probeer me hier ook altijd weer een beeld te vormen van de kaarten. Dit is weer echt een expert tip. Maar ik geef hem wel gewoon eventjes mee. Opening van West is 1 sans. 15 tot 17 punten. Stel je voor dat hij 15 punten heeft. En het liggen... 11 punten op tafel, dat zijn 26 punten samen. We hebben zelfs 7, dat is 33, heeft partner puntje of 7. Dit soort dingen kunnen wel eens helpen als je nou op een gegeven moment denkt, stel je voor dat hij na een aas en een koning gelegd te hebben, nog een, dat je hoopt dat hij nog een ander plaatje heeft, terwijl je uit kunt rekenen dat het eigenlijk niet zo is. Maar let op, dit is echt een iets meer gevorderde tip, dat je eigenlijk een beeld probeert te vormen van de tegenstanderskaart en de kaart van je partner. Want het is super leuk, hè, als je aan het bieden bent en je bent precies aan elkaar aan het vertellen wat je hebt.
Dat is natuurlijk goed. Alleen het nadeel daarvan kan wel eens zijn, is dat je de tegenstanders vertel je natuurlijk ook wat. Wij gaan ook meetellen. Inmiddels dat ik een beetje aan het kletsen ben, zijn ze wel heel veel slagen aan het maken. Oké. Okay. Spel 7. Even kijken, maar 9 punten te weinig. 4-3-3-3 verdeling. Nou, 9 punten een sans is. 2 sans. Door partner ben je minimaal of maximaal. Het is al een keer eerder voorgekomen. 15 punten hier. Dus het is minimaal. Dan gaan we lekker spelen. We hebben 1 schoppenslag. 2 klaverslagen. Dat was het. 3 slagen. Nou, waar kunnen we slagen uit maken? Daar. Harten, starten harten, maar dat is wel ook meteen de kleur waarin we willen ontwikkelen. Nee, het gevaar als hij start, kan het wel eens zijn dat hij een 5 kaart tegen heeft. Even kijken hoor, we hebben harten 8 gemaakt. Nou, weet je wat, we spelen harten boer om harten aas eruit te pesten. Maar die speelt ook meteen weer harten na, want die denkt van ik ga mijn 5 kaart hoog, 5 kaart hoog maken. Even nadenken hoor, ik heb die harten hoog gemaakt. De tip van Bob was ook geweest, als je sans aan het spelen bent, mijn plan was niet heel uitgebreid nu, niet goed genoeg eigenlijk dus, is dat je moet slagen tellen en slagen blijven tellen. Dus laten we die tip van Bob eens even pakken en zeggen van oké, okay, we hebben dus nu 3 slagen, we hebben nog 1 ruisslag is 4, nog 2 klaverslagen, 5, 6 en schoppen aas is 7. Ja. Yeah. Daar moeten we nog ergens een slag uit aan overzien te houden. Eens kijken waar we nog een mogelijke slag kunnen pakken. Dat tot die schop gevalt. Nee. Klaver. Ja, klavervrouw zat gelukkig goed. Ja, meer geluk dan wijsheid. Want ik moet eerlijk toegeven, mijn plan was niet volledig. Daarom moest ik het dus weer bijstellen. Maar dat is echt ook belangrijk. Van, ook als je even een beetje te snel aan het spelen bent. Neem even je pauze terug en tel gewoon je slagen weer. Een paar rechts moeten 2 schoppen. Dat betekent, als je niet meer weet, rechts een zwakke 2. Nou, wij willen liever niet schoppen als troef. Wij willen liever ruiten als troef. Ze bieden 3 ruiten. Kijk, we hebben de bieding gewonnen voor het laatste spel. We gaan weer verliezen stellen. Ik tel 1 ruitenverliezer, 1 schoppenverliezer, 3 hartenverliezers, 5. Maar er kan wel iets weg, hè? Volgens mij kunnen we een ruitensnit proberen en kan er op klaver iets kwijt. Even nadenken, maar we kunnen niet alles tegelijk als we die ruiten willen snijden. Even kijken hoor. Nee, ik ga toch eerst die ruit snijden. Ai, dat is jammer. Hier pakken we de koning, want er is daar 2 schoppen geopend. Ik ben veel te bang dat het gaat. Hard daarvoor hem en dan eentje getroefd. Het risico willen we niet lopen. En het is ook niet nodig.
Want ik kan ook spelen klaverheer. Kleine ruiten naar de boer. Het gaat misschien een beetje snel, maar klaver aas kan een harte weg. We hebben een overslag gemaakt. We hebben dus een harte minder verloren. Dat harte aas ook goed zat. Helemaal goed. Nou, kijk niet te veel naar het percentage. Ik probeer het ook zo goed mogelijk te doen om het goed voor te doen. En het is natuurlijk het starterstoernooi. Maar ik zeg heel veel succes ermee. En ja, misschien zie ik jullie vanmiddag op Bridge TV. En anders op een andere manier gewoon op het YouTube kanaal. Abonneer op het YouTube kanaal. Want als je abonneert, dan zie je elke keer alle nieuwe filmpjes. Dus doe dat. Fijne dag verder.